Peter Roemaert. Dankjewel, Elieke. Dankjewel. Dames en heren, ik hou me al 5 jaar bezig met nieuwe manieren van organiseren. En dat betekent ook dat je het niet alleen doet, zoals het vorige voorbeeld, maar dat je ook heel veel over nadenkt. En ik vraag me telkens af van, wat is dat nou, dat nieuw organiseren? Ik ben tot de conclusie gekomen dat het vooral over organiseren gaat en niet zozeer over organisaties. En wat je binnen de context van een organisatie doet. Ook vandaag zie ik heel veel voorbeelden van hoe het er binnen een organisatie aan toe gaat. Maar ik denk dat het tijd wordt, en zeker in het kader van het nieuwe organiseren, dat we het organiseren centraler stellen en niet zozeer de organisatie. Sterker nog, we moeten ons afvragen, hebben we wel behoefte aan organisaties in de huidige vorm zoals we die tegenwoordig kennen? Veel mensen ervaren organisaties als levende systemen met eigen bureaucratische logica. Veel organisaties opereren vanuit een systeemwereld die geen verbinding kent met de leefwereld van echte mensen. Dat is volgens mij waar het om gaat. Want die organisaties noemen ons, mensen van vlees en bloed, noemen ons burgers, klanten, patiënten, cliënten of bewoners. Maar we zijn van mens tot mens om zaken met elkaar te doen en om hulp van elkaar te krijgen. Mensen lopen vast in het systeemdenken. Het systeemdenken vanuit organisaties met de eigen logica en de eigen bureaucratie. Niet alleen de mensen van buiten de organisatie lopen vast in alle post en mail en bureaucratisch gedoe wat we over ons heen krijgen. Maar ook de professionals binnen de organisatie lopen vast in een cultuur van beheersing en controle. En voelen niet langer de vrijheid om een eigen vak uit te oefenen. Vandaar dat we toe zijn aan nieuwe manieren van organiseren die wat mij betreft te vatten zijn in een aantal spelregels. Ik heb ze eigenschappen genoemd. Spelregels die de continuïteit waarborgen van een organisatie, in welke vorm dan ook. Maar vooral de continuïteit in het creëren van meerwaarde voor de samenleving. Ik denk dat het dus niet zal draaien om de organisatie, maar om het organiseren. Het primaire bestaansrecht van organisaties wordt tenslotte bepaald door de waarde die ze hebben voor de samenleving. Wat zijn dan die spelregels en wat zijn die eigenschappen? Ik denk dat, en dan heb ik geen 7 minuten meer voor elke eigenschap, dus ik ga er in een razend tempo doorheen. 7 eigenschappen. Eigenschap 1, stel de waardeketen centraal. Mensen willen geen rijbewijs, maar willen autorijden. Mensen willen geen paspoort, maar willen op reis. Mensen willen ook geen bouwvergunning, maar willen een dakkapel om meer ruimte te hebben voor hun studerende zoon of dochter. Dat is waar het om draait. De waarde die het uiteindelijk oplevert voor de afnemer van de product of dienst, dat is wat weer centraal moet komen te staan. Eigenschap 2. Focus ook op de lange termijn. Onze maatschappij is zo complex geworden dat beslissingen die vandaag genomen worden pas op hele lange termijn de gevolgen van te zien zijn. De relatie tussen oorzaak en gevolg ligt vaak heel ver uit elkaar. Vandaar dat we ook in onze beslissingen van vandaag de lange termijn moeten betrekken en weten dat er bijvoorbeeld bezuinigingen op de jeugdgezondheidszorg, ik heb er een workshop over gehouden vanochtend, 1 euro investeren in de jeugdgezondheidszorg levert uiteindelijk 11 euro aan rendement op. Toch zitten we vast in het stramien van budgetten en kostenplaatsen dat elke wethouder verantwoordelijk voor zorg toch ook gaat bezuinigen op jeugdgezondheidszorg, terwijl dat dus pennywise pound foolish is. Dus kijk naar wat je beslissingen voor de lange termijn betekenen. Eigenschap 2, focus ook op de lange termijn. Eigenschap 3, kijk verder dan alleen economische waarde. De afgelopen decennia is veel aandacht geweest voor financieel-economische waarden en vrijwel alles wat we vastpakken of wat we zien, vertalen we in financieel-economische en monetaire termen. Het draaide allemaal om geld. Ik denk dat die tijd definitief geweest is en dat we weer gaan inzien dat het gaat over meer dan alleen geld. Dat het ook gaat over welzijn, gezondheid, veiligheid, een prettige leefomgeving. Nieuw organiseren besteedt dus niet alleen aandacht aan economische waarden, maar ook aan maatschappelijke, sociale en emotionele waarden. Kijk dus verder dan alleen economische waarden. Eigenschap 3. Eigenschap 4. Neem het initiatief en daarmee de regie. Wacht niet tot de directie of de regering of de gemeenteraad iets doet. Maar pak zelf de handschoen op en kom zelf in actie. Wacht niet tot een ander iets voor je regelt, maar kom zelf met het initiatief. En daarmee heb je ook de regie en de mogelijkheid om je initiatief te sturen. Dit geldt niet alleen
binnen organisaties, maar dat geldt ook buiten organisaties, als bewoner van een wijk of van een stad of zelfs als bewoner van Nederland. Eigenschap 4, neem dus het initiatief en daarmee de regie. Eigenschap 5, maak het primaire proces duurzaam. In de nieuwe tijd nemen we geen genoegen meer met window dressing als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het scheiden van afval, het apart neerleggen van cartridges en ander afval. Nee, het gaat om het primaire proces. Als we in het primaire proces rotzooi produceren wat later na gebruik weer in het milieu terechtkomt, dan kun je wel heel aardig aan window dressing doen en je maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen, omdat je het papier scheidt, maar je produceert in het primaire proces nog steeds rotzooi. Maak je primaire proces daarom circulair en zorg dat ook datgene, de producten die je in het primaire proces voortbrengt, dat het een duurzame oplossing kent, ook op lange termijn. Voor dienstverlenende processen geldt dat trouwens ook. Daar heb ik de term NOVIP, de NOVIP-methode. Dus niet mensen leren vissen, maar de vis vangen voor de mensen, maar de mensen leren vissen. Dat is wanneer het gaat om dienstverlenende processen de duurzame oplossing. Dus eigenschap 5, maak het primaire proces duurzaam. Eigenschap 6, wees verbonden. Sta in verbinding als mens, als organisatie. Met de buitenwereld, met de mensen om je heen. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van wat er op je pad komt. Wat er in je sector gebeurt, wat er in je wijk gebeurt. Dat je weet wat er in de stad gebeurt en op landelijk niveau. Juist daardoor kun je veranderen, vernieuwen. En betrek andere mensen ook bij jouw initiatief. Zodat je fans krijgt en volgers om ook aan te haken op jouw initiatief. Gebruik sociale media, Twitter, Facebook, LinkedIn. Het maakt niet uit wat. Het is een enorme bron van rijkdom om mensen achter jouw idee te scharen. Maar zorg dat je dus innoveert, vernieuwt, op een open manier in betrokkenheid en in verbinding met anderen. Eigenschap 7. Hij is al hier al vaker genoemd vanochtend in deze zaal. Hanteer de menselijke maat. De menselijke maat. We voelen ons niet meer verbonden met de Belastingdienst of de gemeente. De menselijke maat. We zijn mensen van vlees en bloed. We willen ons gekend, herkend en erkend voelen, zowel privé, maar ook in het doen van zaken onderling. Het zijn gesprekken bij de koffieautomaat die iets in gang zetten en die iets in beweging zetten en die echte waarde toevoegen. Mensen willen elkaar kennen, ze willen samenwerken en we willen onszelf en anderen kennen. Vandaar eigenschap 7, de menselijke maat. Wat mij betreft zijn dit eigenschappen die voor mij in ieder geval een handvat bieden om te kijken of nieuw organiseren ook aansluit bij deze eigenschappen en of het ook werkelijk deze principes ondersteunt. Dank jullie wel voor de aandacht. Peter Roemaat.